Hallo, ik had even zin om wat liedjes met jullie te gaan zingen. En deze heb ik al vaker gezongen. Liedje van Via natuurlijk. My favorite. En het heet A Journey Unfolding. En het is eigenlijk, kan je het horen als een liefdeslied. Maar ik heb hem al eerder voor jullie gespeeld en toen ook gedeeld dat voor mij zijn alle liefdesliederen zijn eigenlijk een uitnodiging om nog meer van onszelf te houden. Dus als we die liefdesliedjes nou gaan zingen voor onszelf en van onszelf naar onze ziel en van onze ziel naar onszelf, dan krijgt het een heel andere betekenis. En dit liedje gaat dus over de commitment tussen mijzelf en mijn ziel en ja, en die verbinding steeds sterker gaan maken en steeds opnieuw herinneren wie ik ben. Dat ik niet alleen maar mijn aardse zelf ben met al mijn angsten en onzekerheden en het lijden van de mensheid, zeg maar. Maar dat ik ook een ziel heb en die heeft een veel groter perspectief op dit leven op aarde. Goedemorgen, Erwin. En ja, de afgelopen dagen was ik zelf eigenlijk even weer die verbinding ook kwijt. En dat gebeurt gewoon soms. Als er dingen gebeuren in het leven die verdrietig zijn of die we eigenlijk liever niet willen voelen, dan ga ik lekker Netflixen. En normaal gesproken zou ik dan dus gaan eten, maar dat doe ik nu niet meer. Want ik ben super gezond aan het eten. Maar ja, dus de uitnodiging is om naar dit lied te luisteren als een liefdeslied. Naar jezelf en de commitment met jezelf aan te gaan. En ja, deze muziek van Via helpt mij dus om steeds weer thuis te komen bij mezelf. Bij de liefde in mijn hart voor mezelf. De zachtheid voor mezelf. Want, nou, that's it voor nu. Thank you.
if we're gonna do this, there's some things I need to know. Are you in it for the long run? Will you bear your heart and soul? 'Cause it's easy to commit to the fun and rosy parts, but so many of us run when en zodra we dus weglopen van een liefdespartner, is hetzelfde. We lopen weg van onszelf. We lopen continu weg van onszelf. Zodra het moeilijk wordt in mezelf, zodra ik dingen voel die ik eigenlijk niet wil voelen of die ik spannend vind om te voelen. Zodra pijn of verdriet of wat dan ook naar de oppervlakte komt, heb ik en ik denk alle mensen de neiging om daarvan weg te rennen. Pijn, nee, lijden, wil ik niet voelen. Wegwezen. En we hebben allemaal onze eigen manieren om weg te gaan van de pijn. Netflixen, binge-watchen. Voor mij is het dus ook heel erg eten. En ja, mijn gevoelens onderdrukken met eten. Of misschien verslavingen. Of leiding zoeken. Of maar heel hard gaan werken. Wat het ook is, we hebben allemaal de neiging om weg te lopen van de pijn. En naar het geluk toe te lopen. Maar de illusie is dat we daar het geluk gaan vinden. Want we vinden alleen maar ons geluk als we bereid zijn om, zoals ik altijd zeg, alles te voelen wat er te voelen valt. Wat leeft er in mij? Kan ik daarbij zijn? Kan ik even gaan zitten en gaan ademen en gaan voelen? Wat gebeurt er nou eigenlijk echt in mij? Welke emoties heb ik? En als we bereid zijn om die golven van emoties en gevoelens te voelen, dan is het dus een golf en dan gaat het ook weer voorbij. En dan kunnen we ja, weer thuiskomen bij die liefde in onszelf. En ja, en dan is pijn of een emotie of een gevoel dus ook altijd een ingang, zeg maar, een poort naar die liefde met onszelf, om die weer te voelen. En ja, dat voelt als thuiskomen van, oké, ik ben er weer. En dan is pijn of verdriet voelen dus ook helemaal niet erg of vervelend, want als we bereid zijn om in die golf te gaan, dan is het ook een golf van energie die door ons heen komt. En dan is het bevrijdend om dat te voelen in plaats van dat we maar in die contractie gaan en heel hard moeten weglopen van de pijn, is het lekker. En dan op het moment dat we bereid zijn om het te voelen, komt er ook weer ruimte voor licht en energie en liefde voor onszelf. Ja. En ik denk dat dat is waar we allemaal naar verlangen. Om die lichte versie van onszelf te zijn. En om in flow te zijn. En ja, dat is voor mij ook waar dat pad van ontwaken over gaat. Is onszelf bevrijden van die lasten die we onszelf hebben opgelegd. En onszelf bevrijden van oude pijn die ons in een houtgreep houdt. Door het te voelen, door alles te voelen. Door er doorheen te bewegen. Soms letterlijk met ons lijf te bewegen en alles te voelen. Kunnen we onszelf bevrijden van al die oude verkrampinkjes. En dan komt er weer ruimte om te ademen. Weer ruimte voor die levensenergie en creativiteit en inspiratie en flow om door ons heen te stromen. Ik zie het altijd zo dat ons lichaam, onze geest en onze persoonlijkheid en onze hele being is een soort van bedding. Een bedding van een rivier. En op het moment dat die bedding vrij is en schoon is, dan kan de rivier daar doorheen stromen. En dan stroomt het vanzelf in overvloed. Ik was in Bali en ik stond onder een enorme waterval. En die waterval, dat water, dat bleef maar stromen, denderen en stromen als mega veel water. Dat is de natuur van de aarde. En dat is ook onze innerlijke natuur. De stroom, die gaat maar door. En ik met mijn kleine mind vroeg me af, waar komt al die energie vandaan? Wat is de force die deze energie, dit water, drijft om te stromen? Waar komt al dat water vandaan? Hoezo? Zoveel overvloed, zoveel water. En het is magisch. We leven in een magische wereld. Maar zo is het dus ook in ons innerlijk. Dat water dat wil stromen en overstromen. En in ons komt het tot uitdrukking in onze creaties, in creativiteit, in ideeën, in ons werk, in dat wat we maken met onze handen en onze inspiratie en onze levensenergie. Maar als we dus die in onze bedding van de rivier die contracties hebben of die blokkades hebben of een angst hebben of een oude pijn hebben die ons
vasthoudt, die ons klein maakt, dan kan die rivier dus niet vrij stromen. En wat zo bizar is, dat we nu dus in de wereld leven waarin het normaal is dat onze rivier niet stroomt. Dus iedereen denkt dat het normaal is om, weet ik veel, moe te zijn, ongelukkig te zijn. Dat het leven lijden is, dat het leven zwaar is, dat je hard moet werken voor dingen. Dat leven een strijd is. En dat gevoel van die innerlijke leegte, die onderdrukken we met onze verslavingen, met eten, met nog harder gaan werken. En iedereen doet dat. Dus iedereen denkt dat het normaal is. Maar als we die weg naar binnen, bereid zijn om die weg naar binnen te gaan en echt dus alles te voelen wat te voelen valt, dan kunnen we ook weer contact gaan maken met dat innerlijke levensvuur en met ja, die denderende stroom, met die waterval van binnen. En dat is dus een, dus het pad van ontwaken is voor mij die twee dingen die bij elkaar komen, zeg maar. Aan de ene kant gaan focussen en weer gaan reconnecten, zeg maar, met die denderende waterval in ons binnenste. En met wat ik noem, zeg maar, het vuur van de ziel, met onze bezieling. En aan de andere kant het loslaten van dat wat we niet zijn. En het ontleren van alles wat we hebben aangeleerd om maar in deze maatschappij en in deze norm te passen. Je moet netjes rechtop zitten. Je moet je beentje bij elkaar houden. Je moet vooral netjes je mond houden. Je moet je vinger opsteken voordat je iets zegt. Je moet 40 uur per week werken in een baan die je helemaal niet leuk vindt om voor iemand anders iets te doen en geld te verdienen. Zodat je net je huis kan betalen en misschien één keer per jaar op vakantie kan. What the fuck? Dus alles wat we normaal zijn gaan vinden om dat weer te gaan onderzoeken. En onszelf te bevrijden van alles wat we denken dat normaal is. En opnieuw te gaan kijken van, hey, klopt dat echt voor mij? Voelt dat echt waar in mijn binnenste, in mijn hart? En daarvoor moeten we dus bereid zijn om überhaupt weer te gaan voelen. Want als we weer contact willen, als we weer willen reconnecten met dat wat ik noem de ziel, maar je kan het ook je hart noemen of je intuïtie of je innerlijke natuur. Als je daar weer contact mee wil gaan maken, dan moet je dus überhaupt bereid zijn om contact te maken met jezelf. Want dat innerlijke vuur van de ziel, die waterval, welke metafoor je ook maar wil gebruiken, die ligt, zeg maar, verborgen onder al die lagen van die normen, van die angsten die we hebben, van de cultuur. En van al onze overtuigingen die we hebben, alles wat we hebben aangeleerd. Dus, ja, dat is de weg naar binnen, om die lagen af te gaan pellen, zoals dat ook wel zo mooi wordt genoemd. En weer te gaan voelen. En op het moment dat we weer bereid zijn om te gaan voelen, wat er vaak gebeurt is, we hebben zo lang al die gevoelens onderdrukt. We leven helemaal in onze hoofd en in ons hoe het hoort. Op het moment dat we weer bereid zijn om te gaan voelen, kom je vaak eerst lagen van pijn tegen. Want dat zijn de oppervlakkige lagen, zeg maar, waaronder die kracht zit verborgen. Dus eerst gaan we pijn voelen. En wat er dan vaak gebeurt is dat we, oké, ik ben bereid om te voelen. We gaan even voelen en dan, pijn, hup, weer terug naar hier. En weer terug naar het onderdrukken van alles wat we voelen. Maar we weten vaak niet, en daarom helpt dat inzicht en dat bewustzijn dus heel erg van, oké, als ik bereid ben om meer pijn te voelen, hoe meer pijn ik bereid ben om te voelen, hoe meer van die levensenergie vrij gaat komen. En dat ga je ieder stapje op het pad van ontwaken, zeg maar, merken en voelen dat oké, ik heb weer een stuk van mijn pijn kunnen helen en kunnen integreren en daardoor is er meer ruimte in mijn binnenste en kan die levensenergie meer door mij heen gaan stromen. Dus het gaat heel erg over het opruimen van alles wat ons niet meer dient, het loslaten, het ontleren van alles wat niet echt bij je innerlijke natuur hoort en die levensenergie weer vrij door je heen te gaan laten stromen. En op het moment dat je dat gaat doen, ga je ook merken dat alles in het leven veel makkelijker gaat, omdat ja, die rivier die stroomt vanzelf. Je hoeft niet hard te werken om een rivier te laten stromen. Dat is gewoon onze innerlijke natuur. Dus het belangrijkste is om steeds weer af te stemmen op onze innerlijke natuur. En zoals ik al aan het begin van deze livestream zei, de afgelopen dagen was ik zelf even ook in contraction en lost. En ik moet je eerlijk zeggen, deze livestream helpt mij ook weer om weer contact te maken met mijn innerlijke wijsheid, zeg maar. Want op het moment dat ik een livestream aanzet, dan komt er altijd wel iets zinnigs uit. Maar alles wat ik tegen jullie zeg, tegen de wereld zeg in al mijn video's, zijn altijd messages van mijn ziel naar mijzelf. En ik geef er woorden aan en ik hoop dat jij er ook wel aan hebt. Maar het is altijd, you teach what you have to learn, zeg maar. Dus dit is de boodschap van mijn ziel aan mezelf. Thank you very much. En ik hoop dat jij er ook wat aan hebt. En ik ga nog een liedje voor je spelen. Dit liedje heet Forever a Child, ook van Via Voorstroom. Ik kan haar naam niet vaak genoeg noemen.
mega fan van haar. En ik speel heel veel liedjes van haar. Deze heb ik net geleerd om te spelen. Ja, het gaat dus over wat ik net zei. Contact maken met dat innerlijke vuur. Wat je ook wel je innerlijke kind kan noemen. Dat deel in jou dat vrij is om te spelen en genieten in het paradijs op aarde. Bent, wil ik je ook uitnodigen om ook mee te ademen. Want op onze ademhaling zit vaak ook zoveel weerstand. En misschien voel je het ook als je mij hoort en ziet ademen. Die doe niet zo overdreven. Dat had ik tenminste wel altijd. En nog steeds soms. Dat ik denk, oké, whatever. Maar ademhaling is ons levensvuur. Met onze adem geven we ruimte aan dat binnenste. Geven we ruimte aan die innerlijke rivier om weer te gaan stromen, stromen, stromen. Dus. Je mag dat best overdrijven. En het gaat dus ook, het pad van ontwaken gaat ook over daring to be silly. Zoals Ayahuasca altijd tegen mij zegt, be silly. Don't take yourself so fucking seriously. Dus de schaamte af van zelfexpressie. En ademhaling is ook ruimte innemen en expressie geven aan jezelf. Levensenergie opeisen, inademen, zeggen ja. Ah, ja. En bereid zijn ook om levensenergie te ontvangen, want het is always all around us. De zuurstof, letterlijk zuurstof, is onze levenskracht. Dus die is altijd overal om ons heen. De bomen, de wind, de natuur geeft ons continu, voorziet ons continu van nieuwe levensenergie. Maar als wij zo in ons lieve schattige hoofdje gaan zitten en in onze angstjes in de... Ik weet het allemaal niet hoor.
bang en niks voelen en vooral niet ademen. Zo leven we eigenlijk. Terwijl levensenergie is always all around us. En moeder aarde en de natuur wil ons voeden met die energie. Dus zijn we bereid om dat te ontvangen? Zijn we bereid om te ontvangen van het universum waar we recht op hebben? Leven op aarde. Vol energie, vol passie, vol overvloed, vol magie. Dus ben je bereid om dat te ontvangen? Ben je bereid om dat in te ademen? Goedemorgen, Manuela. Ja. En deze gaat over die bereidheid om het leven te ontvangen, om hulp te ontvangen van het universum en om alles te creëren waar we naar verlangen. Want het feit dat wij verlangen, betekent dat het meant to be is. Het feit dat we verlangen, betekent dat het meant to be is. Anders zou jij het niet verlangen. We hebben allemaal onze eigen unieke verlangens. En onze verlangens zijn de bron van onze creatiekracht. Dus zijn we bereid om dat verlangen vol in te ademen en een ja tegen te zeggen, tegen onze dromen, tegen waar we naar verlangen. En vervolgens, het enige wat we hoeven te doen, is ons daarop afstemmen. En onze handen openen en ontvangen van het universum. Ja. I can hear it, I can taste it, I can feel it, but not yet see it. My work is to tune myself crystal clear and receive all that is lined up for me, and I receive. I know that the universe loves me, that there is nothing I need to prove. It's safe to be me. It's my birthright to feel this happy and free. I am choosing my vibrations. I am a master creator. I know that it's coming. My work.
dat ontvangen doen we dus vooral door ons lijf ook te openen om te ontvangen. Ah, onze ademhaling, onze borstkas, ons nek. Gewoon ruimte te maken in ons binnenste. En in ons geestelijke binnenste ruimte maken, maar ook in ons fysieke lijf ruimte maken. Alleen al door je armen wijd open te spreiden, je borstkas te openen. Ah, ja te zeggen. Ja, ik ben bereid om te ontvangen. Ja, ik ben bereid om te ontvangen. Ik ben bereid om liefde te ontvangen. Ik ben bereid om overvloed te ontvangen. Ik ben bereid om inzichten te ontvangen. Ik ben bereid om lichtheid en geluk te ontvangen in mijn leven. Wat wil jij ontvangen? En ben je bereid om alleen al de bereidheid uit te spreken? En misschien geloof je niet dat dat het enige is wat er nodig is. Maar misschien ben je bereid om het toch te doen. Gewoon je handen te openen. Je handen te openen voor de overvloed die er altijd al is. Als we kijken naar de natuur, er is overvloed. Alle bloemen barsten open, hoeven we niks voor te doen. De geuren die tot ons komen, de zuurstof die er is, het water in de rivieren en in de watervallen die vanzelf stroomt. Het leven is een en al abundance. En het enige en het moeilijkste wat wij hebben te doen is ons daarop afstemmen. En hoe vaker we dat doen, hoe meer momentum we creëren en hoe makkelijker het wordt. Maar ik vergeet het ook nog steeds de afgelopen dagen. En ook een deel in mij wil het gewoon niet. Wil niet dat het leven zo simpel is. Echt? Is het zo simpel? Kan het zo simpel zijn? Want om dat aan te nemen, dat het zo simpel kan zijn, betekent dat ik ook moet erkennen en, hoe heet dat? Erkennen, bevestigen, welke woord zoek ik? Nou, in elk geval erkennen dat de afgelopen 30 jaar ik dus in een illusie heb geleefd. Dat alles wat ik dacht dat waar was, niet waar is. Een van de major heftige inzichten van mijn ayahuasca reizen. Ik kruiste het uit. In die zelfrealisatie. In de realisatie van mijn ware zelf. Diep verdriet. Intens verdriet en rouw. Omdat dan de eerste 30 jaar van mijn leven en het lijden wat ik heb ervaren niet nodig is geweest. En het was wel nodig om vervolgens om te vergeten en vervolgens te kunnen herinneren. Maar het was niet waar. En ik kan een andere waarheid creëren. Want alles wat ik zelf geloof dat waar is, wordt werkelijkheid. Ja. En het laatste liedje wat ik voor jullie ga spelen, heb ik zelf geschreven. Het enige liedje dat ik zelf heb geschreven tot nu toe. Misschien dat mijn ziel er nog meer wil gaan creëren. Ik denk het wel. Maar het gaat over die zelfliefde en de bereidheid om liefde te ontvangen. Van het hele universum, van de natuur om ons heen, van de mensen om ons heen en van onszelf. Ik ga afsluiten met het liedje. Het heet I Am Ready. I am ready. Volgens mij heet het zo, ja. En voordat ik dat liedje ga zingen voor jullie, wil ik je nog uitnodigen voor mijn rituele concert. Dat wat ik nu in deze livestream doe, ga ik namelijk ook live doen. Want ik wil jullie heel graag allemaal live ontmoeten. En we gaan dus mooie liedjes spelen. Samen liedjes zingen als je wilt. Maar je mag ook gewoon lekker in de stoel komen chillen. En achterover hangen en gewoon alle liefde en inspiratie over je heen laten komen. Er is toestemming om met elkaar te knuffelen, mocht iemand dat willen. Dus dat is op 25 mei. From the love.
hiding from the love that I am. May the fire of my soul burn all I am now. May the fire of my soul set me free. May the fire of my soul burn all I am now. May the fire of my soul set me free. I am ready to let go. I am ready to let go. It's my fucking story. These mind fucking stories in my head. May the fire of my soul burn all I am now. May the fire of my soul set me free. May the fire of my soul burn all I am now. May the fire of my soul set me free. I am ready to believe. I am ready to believe that I am worthy of love. That I am worthy of love. May the fire of my soul set me free. May the fire of my soul burn all I am now. May the fire of my soul set me free. May we be the one. May we the one seeing the fear, the hate, and the pain, knowing that the answer is love. Ja, dit is mijn lijflied geworden. Liedje. Het enige liedje wat ik zelf heb geschreven. En dat heb ik geschreven toen ik 30 werd. Voordat ik 30 werd. Want toen ging ik trouwen met mezelf. En ging ik de trouw beloven aan mezelf. Na een leven lang zelfhaat. En zelfontkenning. En nog meer zelfhaat. Had ik besloten. De enige weg is om van mezelf te gaan houden. En dan ging natuurlijk 10 jaar van practice en therapie en alle shit aan vooraf. Om alles los te laten wat me niet bedient. En me af te stemmen en te openen voor de liefde in mezelf, voor mezelf. En dat is voor mij een grote transformatie geweest. En ook op die bodem van die put, zeg maar. Mij als het ware te bekeren tot die liefde voor mezelf. En te zeggen, oké, ik weet het niet meer. Ik heb alles geprobeerd op het pad van zelfhaat. En laat me maar zien wat er dan mogelijk is. Op deze bodem van de put ben ik bereid om mij over te geven aan iets dat zoveel groter is dan dat ik zelf ben. En noem het universum of noem het God of noem het zelfliefde. I don't care of noem het ziel. Maar om mij over te geven aan die liefde in mezelf. Liefde met een hoofdletter die mij voedt. En vervolgens is het dus dat proces van steeds daarop af gaan stemmen. Steeds die oude gewoontes liefdevol bij de hand nemen. En die oude patronen en die oude overtuigingen van zelfhaat. Of ik ben het niet waard, of mijn leven is kut, of het leven is lijden. Of wat je overtuigingen ook maar zijn. Die steeds liefdevol bij de hand te nemen. Zeg, kijk, kijk. Er is ook een andere mogelijkheid. Er is ook een andere mogelijkheid. In ayahuasca zei ze tegen mijn moeder. Ayahuasca zei, I gave you everything. Why would you choose suffering? Oh my god. Dat is wat ze tegen mij zei. I gave you everything. En ze moest zo hard huilen. Zeg maar onze moeder, onze Pachamama. Ze was aan het huilen van oh my god. Mijn kinderen.
De lieve mensheid, I give you everything. Why would you choose suffering? You can choose anything. You can choose anything. Why would you choose suffering if you can choose anything? Dus steeds weer dat afstemmen op onze innerlijke grootheid, op onze ziel, op onze innerlijke wijsheid, intuïtie. Steeds weer afstemmen op onze, op de liefde. Op de liefde. Ja, en we hebben die herinnering dus ook steeds nodig. Want die patronen zijn zo diep ingesleten. Het zijn als groeven, zeg maar, waar we steeds weer in terechtkomen. Van dat lieve egootje, van die lieve mind. En ja, om dat momentum op te bouwen, zeg maar. Een momentum is als een soort van wiel, een rad dat draait. En als het de ene kant op draait, als je wiel draait in de richting van lijden, suffering, strijd, zwaarte, depressie, angsten, dan draait je wiel die kant op. En om dat wiel om te gaan draaien, vraagt heel veel kracht om hem eerst stil te leggen en dan een andere kant op te draaien. Dus dat in het begin is het moeilijk, maar daarvoor hebben we elkaar en hebben we de community en hebben we de tribe. En daarvoor heb ik de Sexy Soul Tribe opgericht om steeds opnieuw samen te herinneren. Steeds opnieuw elkaar te helpen om te herinneren aan de liefde. En dat doen we met elkaar. Stel je voor dat jij in het centrum van een cirkel staat van liefhebbende mensen. Van mensen die jou liefde geven, liefde met jou willen delen. Hoe zou je leven er dan uitzien? Als je steeds opnieuw jezelf mag inbrengen met alles wat er in jou leeft. Met alle pijn, met alle suffering die in jou, door jou heen komt. Om die steeds opnieuw te offeren aan dat bad van liefde. Aan die cirkel van liefde, aan de tribe. En samen elkaar lief te hebben in onze, ook in onze duistere, angstige delen. Zodat alle delen door ons heen naar het licht mogen komen. En daarvoor heb ik dus ook 25 mei die avond georganiseerd. Ik noem het een ritueel concert, maar het is eigenlijk wat ik hier nu met jou aan het doen ben. Deze livestream, de liedjes zingen, samen bidden, samen inspiratie laten stromen. Om ons af te stemmen op die grootheid van de ziel. Om onze innerlijke kindjes, onze innerlijke pijn, alles bij de hand te nemen en te brengen naar het altaar van liefde en ons opnieuw te openen en zeggen, oké, ik weet het niet, maar ik ben bereid. Ik ben bereid om liefde te ontvangen. Ik ben bereid om guidance te ontvangen van mijn ziel, universum, God, hoe je het ook maar wil noemen. En ik denk dat dat een magische avond wordt. Ja, en we hebben elkaar zo nodig daarin. We kunnen niet alleen, we hoeven het ook niet alleen. Daarom zijn we samen naar de aarde gekomen. Als het alleen kon, dan was er misschien één mens op de aarde. Maar we zijn samen. Om elkaar te helpen herinneren, om elkaar te helpen op dat pad van ontwaken. Dus als je hier meer van wil, super welkom in de Sexy Soul Tribe. Daar doen we het online, doe ik elke week dit soort livestreams op zondagmorgen om 11 uur. Welkom op het rituele concert op 25 mei. En als je nog meer wil en nog dieper wil duiken, welkom in de training. 22 juni, driedaagse training die ik samen met Tabitha geef om 3 dagen lang dit innerlijk werk te doen en het echt in je lijf en in je cellen te gaan herinneren dat dit is wie je werkelijk bent, de liefde. En om samen stukken van die pijn en blokkades en angsten te gaan helen, doorleven, zodat er weer meer ruimte komt voor jouw levensenergie en jouw levensstroom. Super, dankjewel dat je bij me wilde zijn vandaag om dit moment samen te delen, want ook voor mij geldt, ik kan het niet alleen. Ik kan dit ook niet zonder jou. En als je net komt kijken, aan het begin van de livestream deelde ik al even. Ik zat zelf ook weer even een paar dagen in contractie en zoeken en being lost en I don't know. En deze livestream helpt mij ook om weer af te stemmen op de grootheid van mijn ziel. Want zodra ik de livestream aanzet, gaat mijn ziel praten en kan ik even out of the way. Zoals Ayahuasca altijd tegen mij zegt, get out of the way. It's not about you. It's not about you. Get out of the way. Dus dankjewel dat je samen met mij deze ruimte wilde creëren waarin ik met mijn kleine Christa gedoetjes even uit de weg kon gaan. Zodat dit even door me heen kon komen. En we samen via deze prachtige muziek van Via Voorstroom, ja, konden afstemmen op liefde. Dank je, dank je, dank je. En tot de volgende. En als er iets is wat ik voor jou kan betekenen op jouw pad van ontwaken. Als je vragen hebt, als je een behoefte hebt, laat het me weten. Want dit is waar ik het meest blij van word. Samen herinneren. Dat we zoveel meer zijn dan al onze kleine gedoetjes. Thank you. Mwah.